Het schoolvervoer, het probleem van schoolvervoer voor avondschoolstudenten zal binnenkort zijn opgelost. Dit liet minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur vandaag weten voor aanvang van de raadsvergadering. Studenten van de avondopleidingen zitten al geruime tijd zonder schoolvervoer. Het ministerie is bezig met een registratie van studenten die verstoken zijn van schoolvervoer. Dan weten we exact hoeveel bussen we moeten inzetten. Dus alle studenten van de avondscholen zijn intussen geïnformeerd en het loopt goed. Dus wanneer gaat het project eigenlijk van start? Vanaf wanneer kunnen ze weer rekenen op schoolvervoer? Wanneer de registratie is afgelopen, ik denk dat het eindigt vrijdag. En daarna komt Defensie in met de bussen. De minister ging ook in op de kwestie van zelfmoord van een 12-jarige leerling in Nikeri. Het ministerie wacht het onderzoek van de politie af. Ze zegt dat er niet alleen gekeken moet worden naar de situatie op school, maar er moet ook rekening worden gehouden met andere maatschappelijke groepen waar dit meisje deel van uitmaakte. Je hebt een samenleving, je hebt een gezin. Er zijn veel meer problemen. En dan is de school vaak de druppel die de emmer doet overlopen. Maar ik wil even afwachten van wat er werkelijk is gebeurd. Ik wil dat toch wel even afwachten. Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.